Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boksen Natuurlijk. En u denkt natuurlijk, wat staat daar voor een rare vogel? Ik en ook. Dat klopt. Normaal staat Jolene hier of Carolijn, maar die zijn gevlogen. Dus, maar ik ben zo trots als een pauw, want ik mag samen met Frans, kapteins, programma presenteren. Oh, gezellig. We gaan een keer gezellig met jou te doen. Ja, ja. Wat gaan we doen vandaag? We gaan tuinvogels tellen, want het is de Nationale Tuinvogeltelling. En daar gaan wij samen tellen. Ja. Dat doen we in de tuin van Berend ter Ouders. Die heeft een mooie tuin. Daar zit ook een prachtige, zeg maar, een hele mooie tuin. In. En, waar pinda's in zitten en zo. Ja. Maar we gaan wel binnen tellen, want als we hier staan, staan we in de weg van de vogels. Oh, luxe. Dus we gaan luxe doen. We gaan lekker binnen zitten en gaan we tellen. Heerlijk. Nou, ik heb er zin in. Oké, dan gaan we naartoe. Frans, wij zitten hier heel riant. Oh, geweldig man. Ja, prachtig uitzicht ook. Hè? Ja. Dus... kijk, koolmees. Ja. En daarachter is een boomklever. Ja. Als mensen nu willen gaan tellen, hè, wat is dan, waar begin je mee? Nou, het eerste leg je vast een formulier klaar. Kijk, alles is digitaal tegenwoordig, maar ik vind het ook prachtig om een formulier klaar te leggen waar de soorten op staan die je verwacht in je tuin. Die kun je die gewoon downloaden? Ja, die kun je downloaden en dan kun je er zelf dan wat bijzetten als je wilt. Dan kun je een pennetje erbij staffelen. Een goede verrekijker, want soms zit wat verder weg en dan moet je even zeker weten wat er in de verte zit. En dan straks moet het invoeren, zeg maar digitaal. Maar ik heb ook wat boekjes altijd klaargelegd. Ja. Als je het dan niet zeker weet, twijfelt, is het wel een zwarte mees? Ja, of is het wel de boomklever en niet de boomkruiper? Ja. Nou, dan kun je even met elkaar vergelijken. Nou, dan ga je je timer aanzetten. Hoe lang moet het? Half uur tellen. Oh, half uur, wacht even. Dan gaan we daar de timer aanzetten als we beginnen. En dan een half uur. Oké, 3, 2, 1. Oké, dan gaan we nu tellen. Nou, wat zie jij? Ik zie in ieder geval al daar een koolmees. Zie je dat? Ja, die zit hebben we één koolmees. Bij de pindakaas. Dan moet je hem dan al aanstrepen. Ja, dan ga ik hem nu aanstrepen. Dan heb ik een koolmees, hup. En hoe weet jij nu als die koolmees meest terugkomt? Ja, kijk, je telt alleen maar de totaal even op. Nou zien we twee koolmees, dus ik zet nu een streepje erbij. En ja, dan kan je wel eens kijken. Maar in het algemeen kijken van op dat plekje waar jij zit, hoeveel komen er? En dan is het totaal is het aantal. Dus niet zeg maar, we hebben er twee. En daar komt er nog eentje bij, is drie. En als er dan weer drie terugkomen, zijn het gewoon blijvende drie. Oké, ik snap. Dus we tellen gewoon het totaal wat er in een half uur neer gaat zitten. En dan, kijk, daar komt weer een zwarte mees aan. Ja, die zie je niet veel, hè? Nee, die zijn wat zeldzamer, hè? Sowieso is het wel leuk, zeg maar, die soorten tellen. En moet je eens nagaan, ik heb het even opgezocht, want ik wist het ook niet zeker. Maar ik heb even gekeken hoeveel dat er vorig jaar geteld zijn. 946.475 vogels. Dat is wel heel veel, ja. Ja, we hebben ook zo'n bijna 62.000 mensen meegedaan. Ja. En er zijn alles bij elkaar bij vogelbescherming 46.226 tellingen binnengekomen. Okay. Ja. Ja, dat zijn toch mooie getallen. Dat is wel, Oh, daar ging een grote bonte specht. Die moet er ook tellen. Zit hij tegen de boom? Oh, ik zie hem. Ondertussen moet ik hem even in de gaten houden. Ja, hij zit er tegen de boom. En daar zit ook een. Hij zit nu op die tak daar. Oh ja. En achter in de verte zit ook, denk ik, even kijken, want die moeten we wel meetellen. Daar zijn nog extra's twee. En een merel zit op de tak. Maar als je nou in de tuin zit van de buren, en de buurvrouw zit ook te tellen? Ja, dan heeft de buurvrouw, zeg maar, en wij hebben dan een dubbele telling. Ja, maar deze dan maakt er deze is van ons, hè, die specht, hè? Deze is van ons, hè. Is onze specht, hè? Onze specht, opschrijven. Ik heb hem opgeschreven, okay. Ja, en daar vliegt er weer een, dat is die merel die net wegvloog, dus die moeten we dan verder niet meer tellen. Ja, en zo ga je dan een half uur kijken van wat er allemaal binnenkomt. Want je mag, ik kijk ook wel wat verder, want achterin zie ik, kijk, daar zie je nog een merel erbij komen. Dus er zijn al twee merels. Ja. Dus dan kunnen we twee merels aan. Nou, we gaan de kijkers niet blij maken met een dode mus in ieder geval. Nee, dat is zeker niet. Ja, die hebben we nog niet gezien, mussen. Dat zou wel mooi zijn. Kijk, hier komt er weer een pimpelmees. Die hebben we nog niet gehad. Pimpeltje. Dus die gaan we nou even erbij zetten. Pimpelmees. Pimpeltje. Hier, huppla. Hé, de boomklever daar bij de pindakaas. Ja, oké, die zetten we er ook bij. Ja, mooi, hè? Dat is echt een mooie vogel. Dat is echt een mooie. Vooral dat die isabelkleurige. En kijk eens naar zijn snavel. Ja. En het mooie daarvan is, die streep die door zijn ogen dan heen loopt, die zwarte streep, die loopt echt ook uit in die snavel. Kijk, hij heeft een flink stuk pinda te pakken. Zo. Ja, geweldig, hè? Ja. Eens kijken, een mooie vogel.
Frans, waarom is er nou zo'n vogeltelling? Waar is het goed voor? Nou, dat is heel goed. Ten eerste weten we straks in zijn totaliteit, omdat er steeds meer mensen gaan meedoen, wat er nou echt in de tuinen leeft. Hè? En nou ja, we hebben een, zeg maar, als je naar Nederland kijkt, de biodiversiteit is heel, gaat heel slecht mee. Bepaalde vogels gaat het sowieso slecht mee. Als we aan de weidevogels denken vooral. Hè, de weidevogels. Oh ja, ja, ja. Maar we willen ook wel eens weten hoe het gaat met onze vogels die in de menselijke omgeving wonen. En dat zijn dus de tuinvogels. Nou, en die kant weten we dan op een gegeven moment hoeveel soorten er zitten en waar mensen mee bezig zijn. Hè. Zeker als we nou horen dat er steeds meer mensen hun tuinen gaan verstenen. Dat betekent dat er steeds minder voedsel staat voor die dieren. Dus daar is het goed voor. En ook wat, waar het goed voor is, is de, ja, dat de mensen bezig zijn met die dieren. Want we zeggen wel van iedereen is behept met de natuur, maar dat is niet altijd zo. Nee. En door nou met een vogeltelling mee te doen, krijg je ook weer gevoel voor iets. Hè. Dan vind je ook zo'n mooi beestje, zo'n pimpelmeester, zo'n boomklever. Dan heb ik begrepen dat dit de 15e keer is. Ja, dus de 15e keer. En zien we nou verschuivingen van wat 15 jaar geleden vogels die je vaak zag, die je nu niet meer ziet? Of nee, dat niet direct. In de top 10 blijven dezelfde soort aantal vogels ook, of dezelfde soort vogels staan. Aantallen zie je wel verminderen. Huismussen zie je duidelijk zakken. En zeker in de stadstuinen komen ze steeds minder voor, omdat, ja, dat is dan weer het vervelende van isolatie. Dat is dus heel mooi, maar dat houdt wel heel veel vogels weg. Ja. En vooral die huismussen en wevervogels, die leven graag bij elkaar. Ja, die zijn dan niet meer te vinden. Het is vreemd, we hebben hier nog geen mus gezien. We hebben hier geen mus gezien. Ik kan het ook wel een klein beetje verklaren. Het zijn allemaal nieuwe huizen die hier staan, of in ieder geval heel goed geïsoleerde huizen. Achter is een mooi bos. En je ziet dus echt ook de bosvogels hier naartoe komen. Want de koolmees, de boomklever, de zwarte mees. Dat zijn allemaal bosvogels. Ja. Die in de tuinen ook voorkomen. Ja. Maar als je nou op een flatje zit, op een balkonnetje, kan je dan ook meedoen aan de vogeltelling? Ja hoor, zeker als je een vetbol hangt of pindas hangt. Dan komen ze echt op. Ik zou daar niet, elke stad, die heeft stads- en tuinvogels, dan komen ze echt binnenvallen. En als je niet te veel beweegt, dan kun je, hè, want omdat die ruimte wat kleiner is, kun je ook vanuit je raam mooi die vogels tellen. Ja, ja. Maar dan tel je dus gewoon de vogels op jouw balkon? Op jouw balkon, ja. En maar goed, je mag ze ook als je een parkje hebt. Ik zie, kijk, in de verte zit een roodborst. Zie je hem zitten daarachter? Met zo'n rode borstje. Nou, kijk, je mag ook over je balkon heen het park in tellen. Okay. Maar goed, dan moet je wel heel goed kijken wat er allemaal zit. En ja, dan moet je toch wel een beetje een werkijker wel bij je, wat ik ook bij me heb. Dat is altijd wel handig dan. Ja. Maar ik ga de roodborst even opschrijven. Ja, de roodborst. Dan vergeten we die meteen. Ja. Die is binnen. Die is ook binnen. Ja, dat is een zwarte mees. Ja. Kijk, daar zit hij mooi op het takje. Zit een zwarte mees. Die zijn ook een beetje kleiner dan de koolmees. Die zijn kleiner. En groter dan een pimpel of zo. Zit er net tussen of niet? Hij is wat gedrongener. Ja. Hij is wat gedrongener. En die hebben achter een wit vlekje. Kijk, dat kun je hier mooi zien. Die hebben zo'n witte vlek erachter zitten. Oh, oké. Zie je dat? Ja. Dat is wel heel grappig om te zien. Daarom kun je ze heel goed herkennen. We zitten nu op 10 minuten en ik zie er toch 1, 2, 3, een stuk of 15. Ja, zeker. En als je kijkt naar soorten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soorten al. Dat is best bijzonder, ja, toch? Ja, dat is echt al veel, ja. Dat is echt al hartstikke goed. En we zitten pas op 10 minuten. Ja, precies. Maar het heeft ook met de tuin te maken. Er is zaad zat, er zijn schuilplekken genoeg, aanvliegroutes. Want dat is heel belangrijk voor als je tuin toch een beetje vogelvriendelijk wilt maken. En het is heel belangrijk dat je ook kijkt hoe dat die tuin, zeg maar, voor vogels eruit ziet. En dan moet je even met een vogeloog kijken. En die vogels moeten, als ze ergens een voedselplankje hebben of een pindanetje, moeten ze ook meteen ergens in schuil kunnen gaan of naartoe kunnen vluchten. En dat is wel heel belangrijk. Dat ze een goede vluchtroute hebben. Vooral die kleine zangvogels zijn constant bezig van voedsel zoeken en ook in de gaten houden waar ze naartoe kunnen vluchten. Ze zijn ook heel bewegelijk, dus constant bezig. Maar ook houden ze constant in de gaten, waar kan ik naartoe? En wat is nou de vijand van zo'n mees? Ja, als je het over de natuurlijke vijand hebt, dan heb je het over de sperber. Mannetje en vrouwtje sperber. Die zijn dol op dit soort zangvogeltjes. Die komen ze ook bij de voederplank slaan. Slaan? Ja, sperber, ja, de sperber die zit ergens in een boomtop te kijken. Die duikt zo naar beneden toe en die schiet dan zo naar boven en dan pakt hij met zijn klauw beet. Oké. Okay. Ja, dat is echt ook wel mooi om te zien, want dat beest moet ook eten natuurlijk. En dat noemen ze slaan? Dat noemen ze slaan. Oké. Okay. Zo noemen ze dat. Sperber slaat dan een zangvogel.
Dus dat is eigenlijk de meest natuurlijke vijand. Ja, en een andere vijand is een iets minder natuurlijke vijand. Maar dat zijn de huiskatten. Die per jaar toch ook veel vogels pakken en opeten. Ja. Dat is echt heel vervelend. Kijk, bovenin zit weer een boomklever. Zie je hem zitten? Ja, ik zie hem, ja. Frans, nu zie ik in de lijst van vogels die je kunt vinden bij de vogelbescherming op internet, ja, zie ik een hele rare vogel. Ja, een vreemde vogel, een vreemde eend in de bijt. Die halsbandparkiet hoort toch in een kooi, denk ik dan? Ja, nee, alleen het is zo dat de geschiedenis van de halsbandparkiet is bijzonder. In Vondelpark, daar is hij begonnen met te nestelen in de nesten van de buurman, oftewel de grote bonte specht. Maar hij is niet aankomen vliegen, neem ik aan. Nee. Ze zijn ontsnapt uit een koortje. Serieus? Uit het Vondelpark, rondom Vondelpark staan huizen. Dat zijn, stel was een parkietenkooi schoon aan het maken en die zijn ontsnapt. Nou, okay. Ze konden ze niet gevangen krijgen. Wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze gaan voeren. En uiteindelijk zijn die beesten gaan nestelen in grote bonte spechtengaten. Ja. En er zijn nieuwe nakomelingen gekomen. En dat is nu inmiddels al zover dat ze vanuit Amsterdam helemaal langs de kust zo richting Rotterdam. En ze zitten zelfs al in Dordrecht. Oh, dus en ik heb deze al een melding gehoord van de Zeeuwse eilanden ook al. Oké. Okay. Daarom staat je erbij, ja. Het zijn verschrikkelijke krijgers, hè? Och, zo'n herriemakers. Als je in het Amsterdamse Vondelpark rondloopt, nou joh, dat is niet normaal. Zoveel lawaai maken die. Dus ja, ik ben er eigenlijk niet zo blij mee. Want ze pikken ook de plaatsen in van de grote bonte spechten natuurlijk. Ja. Sorry. Wat zag je? Ik zag een vale gier, maar bleek hem toch niet te zijn. Nee. We hebben wel iets bijzonders te melden, scoop, dat wel. En, nou, boven in die boom komt net een grote vogel. Ja, daar zat volgens mij weer een kraai. Ja. Helaas. Sorry, kraai. Nee, die telt ook mee. Want we hebben net al eentje gezien, dus ja, dat zal dezelfde kunnen zijn. Dus die gaan we nou niet staffelen. Hey, kijk daar, ik zie nog een vink. Een vink. Ja, die moet even bij. Ja, die gaan we aanvinken, okay. Frans. Zo. Het half uur is erbij. Nou, dan moeten we het even officieel maken. Ja. Dan hebben we het op papier opgeschreven, dan gaan we het even hier invullen. Dus, maar we hadden het ook daarin kunnen vullen in principe. Ja, dat we kunnen doen, maar ik vind dit makkelijker altijd. Dat je het even daar neerzet. Nou, we gaan eerst kijken naar de boomklever waar die zit. Ben ik wel voorbij natuurlijk. Boomklever. Ja, linksboven. Daar zit hij aan. Dan de grote bonte specht. Die zit hier. Eentje. De koolmezer. Die hadden we. Vijf. Roodbosje heb je dan? Vink heb ik hier. Eentje. Merels hadden we twee, dacht ik. Ja, twee merels. Nou, dan hebben we alles geteld, hè? Dan kun je het opsturen. Hopla. En daar gaat-ie. Nou, mooi. Oké, nou. Daar gaan we gewoon verder. En dan is hij weg. Mooi. Nou, leuk, Frans. Ja, hè? Volgend jaar weer? Volgend jaar gaan we weer tellen. En, we gaan weer tellen. Ja, ik heb zelfs zoiets van hebben vogels geteld. Ja. Maar ik ga nou schaapjes tellen. Nou, dat doe ik niet mee. Ik ga het bos in. Tot rusten. Het is zwart en zit in een boom. Drie kraaien. We hebben er pas eentje.